de vaardigheden van een docent. Hij moet natuurlijk zelf informatievaardig zijn. In de zin dat hij toch goed moet weten hoe die stappen doorloopt. Wat daar wat criteria zijn om te beoordelen. Wat zijn goede vragen. Hoe kom je tot goede trefwoorden. Zelf moet hij informatievaardig zijn. Maar daarnaast is het van belang om goed te weten hoe je didactisch een aantal zaken aanpakt. Om studenten of leerlingen dat te leren. Wat ik net ook al zei, werken met uitgewerkte voorbeelden. Proceswerkbladen, maar ook dingen als met leerlingen in gesprek over waarom is informatie nou wel of niet betrouwbaar. Wat zijn criteria? Dingen als samen met leerlingen bijvoorbeeld de mindmap maken over wat zijn belangrijke criteria bij het beoordelen. Dat maakt leerlingen bewust. Dus naast dat je zelf informatievaardig moet zijn als docent, is het ook van belang om goed te weten hoe je didactisch dat soort vaardigheden kunt aanleren.